Commissarissen en toezichthouders staan de laatste tijd erg negatief in het nieuws. Dat komt ook omdat de maatschappij erg hoog gespannen verwachtingen heeft van wat een commissaris kan doen. We noemen dat ook wel eens de verwachtingenkloof. En ik denk dat het beter informeren wat de Raad van Commissarissen heeft gedaan, een beetje die black box opengooit. En ik denk dat het zou helpen om duidelijk te communiceren hoe dat proces van toezicht heeft verlopen. Er zijn natuurlijk heel veel goede voorbeelden van goed toezicht. Alleen we weten het bijna nooit, omdat er nooit iets over gezegd wordt. Nou, als je dan vraagt, wat is de manier om dat dan te doen? Want je wil ook niet dat iedereen zomaar tussendoor en ad hoc zijn mening gaat geven over het gevoerde toezicht of inzicht geeft daarin. Dan is wat mij betreft het moment om te communiceren over het gevoerde toezicht het RwC-verslag. Dus één keer per jaar krijg je als RwC of als RwT de mogelijkheid om inzicht te geven in het gevoerde toezicht. Maak gebruik van die mogelijkheid. Dus pak dat RwC-verslag serieus op en ga dan niet alleen maar vinkjes zetten, de gevraagde randvoorwaarden, hoe vaak bent u aanwezig geweest, hoe vaak heeft u vergaderd. Nee, geef ook echt inzicht in dat toezicht. En daar kan dat RwC-verslag goed voor gebruikt worden. Er zijn mensen die daar ook enigszins angstig voor zijn. Want wat zeg je nou wel en wat zeg je nou niet? En je wil niet alles op tafel leggen. Samen met Margot Scheltema heb ik een voorstel gedaan voor het complete governanceverslag. Waarbij we hebben gezegd, splits nou die interne organisatie van het gevoerde toezicht van het inzicht in toezicht. Die interne organisatie die richt zich veel meer op de randvoorwaarden, dus inderdaad even noemen wie zitten daarin, wat zijn hun competenties, heb je jezelf geëvalueerd, wat zijn de permanente educatieonderwerpen waar je op gericht hebt, allerlei randvoorwaarden waarvan je toch wel kan zeggen van ja, dat hoort bij een goed opererende Raad van Commissarissen en splits dat van dat inzicht van toezicht. Ja, er zijn een aantal toezichtstaken voor de Raad van Commissarissen. Denk aan toezien op strategie en risico, op de financiële verslaglegging, maar ook duurzaam ondernemen of de relatie met de aandeelhouder. Dat zijn formele toezichtstaken. Haal dat nou weg van die interne organisatie en ga daar inzicht geven in hoe je dat toezicht uitoefent. Dat kan je doen door bijvoorbeeld af en toe mening te geven. Dat kan je doen door de visie van de Raad van Bestuur expliciet te onderschrijven. Waarmee je ook de buitenwereld een duidelijk beeld krijgt wat die Raad van Commissarissen daar nou aan doen is. Wat zijn visie is. Waarom ze een bepaalde richting opgaan. En ik denk dat dat enorm zou bijdragen aan het verkleinen van die verwachtingenkloof. Dat het begrip doet toenemen in de buitenwereld. Dat je daarmee een beter geïnformeerde buitenwereld krijgt. Dat je daarmee ook de goede voorbeelden laat zien. En dat we daardoor misschien een stukje die negatieve publiciteit kwijtraken. Wat jammer is. Wat mij betreft ook een smet is op het functioneren van raden van commissarissen. En wat gewoon niet altijd terecht is. Nogmaals, in heel veel gevallen ook terecht, maar ook in een heleboel gevallen onterecht.